beste kijkers van TV Mozaïek. Ik heet in het bijzonder de kijkers van het Rijnstatenziekenhuis Zevenaar en alle aangesloten zorg- en verpleeginstellingen in de Limes van harte welkom voor het maandoverzicht. We beginnen met het nieuws van Zevenaar. Donderdag 13 oktober is Paralympisch dressuurruiter Demi Vermeulen gehuldigd in het gemeentehuis van Zevenaar. Burgemeester Staatsen en wethouder Hendriksen hebben Demi en haar familie ontvangen en officieel gefeliciteerd met haar prestatie. Demi werd geboren met een verborgen open ruggetje. Het gevolg hiervan is dat zij sterk verminderde kracht heeft in haar benen en vanaf haar knieën zelfs totaal geen kracht heeft. Op 10-jarige leeftijd startte zij met paardrijden. Een arts zei ooit tegen haar ouders, ze zal een redelijk normaal leven krijgen, maar het zal geen topsporter worden. Door haar prestatie van wereldniveau heeft zij het tegendeel bewezen. Demi werd namelijk al meerdere malen Nederlands kampioen en behaalde brons op Europese en wereldkampioenschappen. Tijdens haar deelname aan de Spelen behaalde de 21-jarige dressuurruiter 2 medailles, de bronzen teammedaille en zilver op haar individuele proef met paard Burberry. Op dit moment is Demi voornamelijk druk met haar studie recht en sporten in de sportschool. Haar paard Burberry is namelijk terug naar de eigenaren en wordt verkocht. Om mee te kunnen doen aan de Spelen van Tokio is Demi op zoek naar sponsoren. En daarom doet ze de volgende oproep. Ik ben Demi Vermeulen. Afgelopen zomer heb ik op de Paralympische Spelen met de paardensport een zilveren individuele medaille gewonnen en een bronzen teammedaille. Op dit moment ben ik heel hard op zoek naar een kwaliteitsvol paard om mijn weg naar Tokio te kunnen vervolgen. Daarvoor ben ik op zoek naar sponsoren om ongeveer een bedrag van 50.000 euro bij elkaar te krijgen om een paard te kunnen kopen. Ik hoop heel erg dat er mensen zijn die wat voor mij kunnen betekenen en dan zou ik het heel graag horen. Donderdag 6 oktober vond de officiële opening plaats van de langzaam verkeertunnel in Zevenaar Oost. De tunnel vormt een belangrijke schakel in een veilige verbinding naar Zevenaar Noord en Didam. Vooral fietsers en voetgangers uit de wijk Groot-Holthuizen, bedrijventerrein Zevenpoort en de leerlingen van de nieuwe locatie Landenweer van het Limes College maken er gebruik van. De officiële opening vond plaats op donderdag 6 oktober bij het Limes College. Tijdens de openingsbijeenkomst benadrukte gedeputeerde Connie Biezen het belang van de veiligheid voor de leerlingen. Bij een school is natuurlijk ontzettend belangrijk dat je veilige fietsverbindingen hebt. Dat vindt ook de provincie. En als je hier dan zo'n barrière hebt zoals een spoorlijn, dan is het in de eerste instantie altijd alleen maar al belangrijk ook van hoe krijgen we de fietsers veilig ook aan de andere kant van die spoorlijn. En een gelijkvloerse kruising zo dicht bij een school, dat is bijna vragen om problemen. Want als die bel gaat, we hoorden hem net, dan wil iedereen hier binnen zijn en niet daar ergens moeten wachten. Dus eigenlijk kon het al niet anders dan een tunnel worden. Want we willen eigenlijk niet meer dat er andere nieuwe barrières ook bijkomen. Na het officiële gedeelte volgt de eigenlijke openingshandeling. Deze werd verricht door de gedeputeerde Connie Biezen van provincie Gelderland, directeur Jan Mulder van ProRail en wethouder Toon Albers van gemeente Zevenaar, samen met een aantal bewoners uit de wijk Groot-Holthuizen. Dit jaar werd voor het laatst de Limes Cultuurprijs uitgereikt. Tom van der Veer was namens TV Mozaïek aanwezig om opnames te maken. Dit is de 10e en laatste editie van Liever de Limes Cultuurprijs. Een initiatief van Rotary Zevenaar. Alle 9 de afgelopen jaren hebben zich gepresenteerd om te kijken of te laten zien hoe ver zij gevorderd zijn en wat zij met het gewonnen geld gedaan hebben. Ze kregen allemaal een kans. Het varieert van klassiek, dans, a cappella, solo, van alles wat. Algehele winnaar is Ashes of Mandy voor de 2e keer. We hebben genoten van deze langdurige zit, maar het was de moeite waard.
iets meer licht op onze tuin. Zeg maar echt zo gaan zeggen dan. Want ik ga verder niks te verder over tellen. Oh ja, prachtig. Ja. Ik krijg, dat is mooi. Dames en heren, en de winnaar is. Het zal u misschien verbazen of ook helemaal niet. Wij hebben er in ieder geval van genoten. Ashes of Manny. Volg Flits uit Didam. Met dit keer Oudere Dag Montferland, Renovatie N813, Welkom Stormbounce Challenge, Kermis in Didam, DVC 26 bestaat 90 jaar en Autocross in Didam. De tweede afslag. Op zaterdag 1 oktober werd in de gemeente Montferland de dag voor de ouderen gehouden. Deelnemers konden kiezen uit diverse activiteiten. Eén activiteit waaruit gekozen kon worden, was een workshop kaarsen maken in de Averhof in Beek. Goedemorgen allemaal. Doet u het? Ja?
Fijn dat je gekomen bent. Er zijn een paar afmeldingen, maar dat kan altijd. In ieder geval hartstikke welkom. Dan zeggen ze kaarsen maken, maar dat is of het probleem. Dan maak je een paar kaarsjes. Dan worden ze in de la gelegd. Vandaar dat we bedacht hebben om die kaarsen bijvoorbeeld gewoon een stukje maken waar de kaars in zit. Moeten ze wel natuurlijk uitgehaat zijn. Dan doe het in twee groepen, bijvoorbeeld. Want hier staat de ketel, bijvoorbeeld. En we hebben maar één ketel. En dan de ene helft gaat dan de kaas maken. Nee, dan. Dus ik wens jullie heel veel succes. Voor het maken van kaarsen heb je een lont, gemaakt van katoen, nodig. Deze dompel je met een snelle beweging in de warme was en laat deze even afkoelen. Dit proces wordt een aantal keren herhaald tot de kaars de gewenste dikte heeft. Gebeurt het dompelen te langzaam, dan smelt de kaars weer en zal niet dikker worden. En is die goed gelukt? Nou, ik vind zelf van wel. Ja, hij is ook heel erg mooi. Ja, ik vind hem ook nog wel geslaagd. Ja, dat had ik niet verwacht. Nooit gedaan. Nee. Ah, jij hebt me goed gewerkt. Nee. En dan kunnen we zo aansteken. Maar goed, het brandt mooi. Ja. En die stukjes die worden weer hergebruikt? Ja. Ze zijn nog helemaal warm. Ja. Vanaf 3 oktober tot begin november is de weg van Zevenaar naar Doetinchem, de N813, ter hoogte van Didam, afgesloten voor verkeer. Het asfalt wordt vernieuwd en diverse rotondes worden gereconstrueerd. Het verkeer kreeg te maken met diverse omleidingsroutes. Op zaterdag 8 oktober organiseerde het jongerenwerk van Welkom, DVC 26 en de gemeente Montferland een zogenaamde Stormbaan Challenge. Deze werd gehouden op het sportpark de Nevelhorst en was bedoeld voor jongeren van 6 tot 20 jaar. Van zaterdag 15 tot en met dinsdag 18 oktober was er weer de najaarskermis in Didam. Help.
Traditiegetrouw werd op dinsdag de kermis afgesloten met de markt. Dit jaar bestaat de voetbalclub DVC 2690 jaar. Ter gelegenheid daarvan werden in het weekend van 22 en 23 oktober diverse activiteiten georganiseerd. Het zaterdagprogramma was voor de jeugd en zondag was voor de senioren bestemd en werd afgesloten met een reunie van leden en oudleden. Momenteel is DVC 26 een club met ruim 1300 leden. Met meer dan 250 leden zijn de dames goed vertegenwoordigd. Zondag 23 oktober werd aan de Sommerweg in Lol een autocross gehouden. Men kon inschrijven voor 11 klassen, zoals bijvoorbeeld de standaardklasse voor lokale rijders, de KNAF-klasse voor regionale rijders, de tourklasse, de damesklasse enzovoorts. Mensen, allemaal goedemorgen. Welkom op de baan. Het is nog mistig, dus we wachten nog een kleine 20 minuutjes en dan kijken we het even aan of we toch gaan starten. En we gaan ons opmaken voor de eerste start van de dag en dat zijn de dames. Niet de minste dames hier aan de start, hier in Didam. Iedereen staat te popelen, iedereen staat een beetje op het gas te drukken bij de dames. We horen het geluid nu aanzwellen hier in de jurybus, te teken dat we de eerste start krijgen van de dag. We hopen dat we allemaal goed wegkomen hier. En daar zie ik rechts naast me het geweld komen van de damesklasse. Dus de start nummer 48, Diana Barmentlo. Helaas was er door de dichte mist weinig van de cross te zien. De volgende reportage is Ut de Olde Deus. En gaat over het centrumplan van Zevenaar. In december 2000 hield Dick Willemsen een gesprek met wethouder Nettie Klomp. Henk Schippen verzorgde de montage. We gaan nu naar een interview met een van de wethouders van de gemeente Zevenaar, met mevrouw Nettie Klomp. En aan de hand van het interview wat Dick Willemsen met haar gemaakt heeft, zijn er ook beelden bij gefilmd. Uitleg eigenlijk over hetgeen wat allemaal de bedoeling is in het Zevenaarse centrum. Wij zijn hier op de kamer van mevrouw Nettie Klomp. Mevrouw Klomp, die is onder andere, heeft ze in de portefeuille, moet ik zeggen, het centrumplan. Wat onderhand beroemd is, of berucht, denken sommige mensen, schat ik zo in. Welkom mevrouw Klomp in onze uitzending. Ja, zeker wat de uitvoering betreft zijn we erg op schema. En dat is maar goed ook, want je bezorgt mensen toch enorm veel overlast. En we proberen dat natuurlijk zo goed mogelijk te vermijden. En zodanig in te plannen dat we ook de overlast zo beperkt mogelijk kunnen houden. En als je dan op schema zit, dan heb je dat lekker in de vingers. En is dat voor de burger ook in ieder geval
te merken en is het afzienbaar, dus al die overlast die we ze helaas moeten bezorgen. Maar... Gunst, hoe kom ik toch met mijn auto in het centrum? Hoe kom ik bij de winkels? Ja. Maar dat is voorbij, hè? Voor mensen die gelukkig, moet je dan zeggen, niet invalide zijn, is dit voorbij, ja. Dus zodat straks en nu al alleen nog maar toegang is voor de mensen die hier wonen uiteraard, maar mensen met een invalide parkeerkaart, dus zowel de landelijke als die plaatselijk uitgeeft, die mogen nog het centrum in. En alle andere mensen, ja, helaas denk ik het is even wennen, maar zullen dan toch misschien mogelijk wat meer de fiets moeten nemen. En aan de andere kant is het zo dat er rondom het centrum zoveel mogelijk parkeerplaatsen neergelegd zijn om in ieder geval die afstand naar het centrum zo kort mogelijk te maken. Ja. Daar is nog niet alles van gereed, omdat op de kop Grietenstraat komt nog dat grote Albert Heijn met 200 parkeerplaatsen. Nou, en dus dat wordt er dan extra aan toegevoegd en hier en daar zullen er nog wel wat bij komen. Maar voor de rest proberen we rondom het hele centrum zoveel mogelijk parkeerplaatsen aan te leggen. De meeste zijn gerealiseerd. En het is even wennen, even kijken hoe het gaat. Nog even over de, als we nu kijken naar het vrachtvervoer bijvoorbeeld, aanleveringsverkeer, vrachtvervoer en zo, wat in de stad moet zijn, dat gaat dus, als het zover is, bij de Malle Molen naar binnen, zo gezegd. Dat is tijdelijk. Het is een tijdelijke oplossing die we nu, om dus echt wat duidelijkheid in het geheel te krijgen, omdat wij de markt en zo is dat allemaal nog niet klaar. Nee. Tijdelijk gaat hij nu via de Malle Molen gaan ze naar binnen en dat is puur en alleen voor aanleververkeer en mensen die hier die in het centrum wonen en die daar moeten zijn. En straks in de toekomst dan zal er met AFAS gewerkt worden. Dat zijn die afsluitpaaltjes of bomen. Ja. Of, nou, we moeten daar nog dat systeem voor bedenken. En, Als ik nou eens even kijk naar de straten die nu klaar zijn, althans zeker voor wat betreft de bestrating, dan hebben we het over de Grietse straat, de Didamse straat, gedeelte van de Marktstraat, het Raadhuisplein uiteraard, tot aan de Molenstraat. Ja. Ja. En dan komen we vanzelf bij de Schoolstraat en de Wittenburgstraat. Nou, de Schoolstraat die wordt straks bij de herinrichting meegenomen. Dan krijg je dus de verlengde Schoolstraat. Die wordt doorgetrokken straks achter Albert Heijn door. Komt op de Kampsingel uit. Dus dat wordt met de bouw daar meegenomen. Ook dat stuk Grietse straat wordt dan meegenomen en opnieuw bestraat. Daar moeten nog gebouwen, er moet nog een flatgebouw komen. Ja, appartementengebouw noemen we dat tegenwoordig, van de SVZ die door het inleveren van die woning aan de Stadsgracht iets nieuws daar neer gaat zetten en nou, de bouw rond de nieuwe Albert Heijn, laten we het zo maar noemen. Dan de Schoolstraat die krijgt ook qua aanpak van gebouwen, krijgt die ook een hele nieuwe uitstraling, dus daar hoort vanzelf ook een nieuwe weg bij, dus het hele straatmeubilair en alles wordt daar ook mee aangepakt. Op de markt zijn we op dit moment bezig met rond de kerk, die komt in het groen te liggen. De gebouw van de ASWZ, wat wordt binnenkort opgeleverd, die bestrating, dat is bijna klaar. Ja. Voor kerst hopen we ook dat de kerk er mooi bij legt, zodat iedereen op een leuke manier naar de nachtmis kan en verder alle vieringen die rond kerst gebruikelijk zijn, kan bijwonen, dat dan goed klaar is. Ja, je kunt toch niet het mooiste straatje van Zevenaar er zo bij laten liggen. En zeker nou het filmhuis er is. En, we hebben daar nog geen echt budget voor, maar de wil is er zeker. En de commissie zal mij daar ook zeker aan houden dat we daar tegelijkertijd met opknap van het centrum. Maar ik kan nog niet precies zeggen wanneer dat is, want je hebt daar nog wat vrachtverkeer wat er overheen moet voor de bouw en aanvoer en dat soort zaken. En we zien wel dat er elders al toch wat kapot gereden wordt. Mm.
En dat zou jammer zijn, ja. Maar... Ik ben aan het eind van mijn vragenreeks. Er zijn er nog veel meer, natuurlijk. Maar zoals gezegd, we kunnen uren doorgaan. Maar we komen graag nog eens een keer terug, na een verloop van tijd. Graag. En dan gaan we nog eens graag met u. Even een rondje maken, lopers. Ja, oh ja, dat vind ik heel leuk. We zijn in gesprek met Bert Freulich, directeur van Schouwburg Museaten, over de term kunstwerk. Deze term duikt op bij de bibliotheek, bij het museaten en bij het Limes Museum. Wij willen graag weten waarom dat is en wat dat betekent voor de bezoeker en de buitenwereld. Theo van Ditshuis stond achter de camera en Dick Willemsen verzorgde het interview. Wij zijn hier in het Museater in Zevenaar en wij hebben een gesprek met Bert Freulich. Hij is directeur van dit theater, van de Zevenaarse Schouwburg, zeg ik dan liever. Meneer Freulich, sinds enige tijd zie ik termen bij de BIEB, bij het Museater, bij, wat was het nog meer? Museum natuurlijk, het Limes Museum, de term kunstwerk met een uitroepteken. Nou ken ik veel kunstwerken en we hebben in het verleden kunstwerken gehad bij de Betuwelijn, die viaducten en zo, dat heet ook zo. Maar bij dit kunstwerk, tussen aanhalingstekens, kan ik me eigenlijk niks voorstellen. Hoe zit dat in elkaar? Nou, vanaf 1 januari 2016 zijn wij gefuseerd en wij zijn het Museater, de Bibliotheek Limes en Limes Museum. En dat is een begin, want nu zien we nog steeds die drie aparte organisaties. Ja. En wat wij wilden doen is om een gezamenlijke naam te verzinnen. Nou, uiteindelijk zijn we met een clubje mensen om tafel gaan zitten en is kunstwerk eruit gekomen. En kunstwerk is moet je in de figuurlijke zin zien. Want wij zijn eigenlijk een nieuwe organisatie aan het bouwen. En kunstwerk is ook iets wat je creëert en wat je gaat maken. Er zijn verschillende onderdelen die we in elkaar willen zetten. Dat hebben we toen ook laten zien door verschillende schijven. Je ziet het ook in de nieuwe logo terug. Dat past in elkaar. En van daaruit, doordat die schijven zo in elkaar zitten, dus er zitten hoekjes in, ontstaat er eigenlijk een kunstwerk in de letterlijke zin. Nou, eigenlijk zeggen we van we creëren iets. Er zit iets van podiumkunst in. Er zit iets van letterkunst in. Er zit natuurlijk iets van kunst in vanuit het museum, vanuit de collectie. Dus we dachten van dat is een mooie korte naam om ons als nieuwe organisatie neer te zetten. Kijk, kijk. Dat is in één keer een antwoord van waar je u tegen zegt. Als ik dan ook even filosofeer, dan denk ik aan kunst werkt. Dat zou ook nog kunnen. In plaats van het uitroepteken. Ja. Want daar wil ik het ook nog over hebben. In plaats van een T erachter. Ja, nee, daar hebben wij uiteraard ook aan gedacht. Okay. Maar die naam bestond al. Dus ja. Dan houdt het op. Nee. Okay. Nee. Maar vanwaar dan dat uitroepteken? Nou, dat is een beetje een bevestiging, zeg maar. Van het staat in ieder geval mooi. En het is ook een bevestiging. We gaan er ook echt voor met vol enthousiasme en energie. Dus schouders eronder. En we maken er een mooie culturele voorziening van in de Limes. Kijk. Ja. Nou viel aan het begin van ons gesprek al de namen Limes Museum, Museater en Bibliotheek. Valt daar de Volksuniversiteit ook onder of gaat dat, hoe zit dat in elkaar? Ja, het is een beetje lastig zo uit te leggen, maar wij zijn gefuseerd en we hebben de gesprekken gevoerd samen met de Volksuniversiteit. Vanwege een juridische zaken konden ze nu nog niet mee fuseren, maar dit jaar komen ze erbij. Ja. Dus binnenkort zit ook de Volksuniversiteit onder de paraplu van kunstwerk. Ja. Ja. Zijn er nog meer instellingen die als zodanig bij deze organisatie betrokken gaan worden? Ja, kijk, wij hebben ook als doel, buiten het feit dat we samen ook allerlei producten en diensten hebben, muzieklessen, theatervoorstellingen en bibliotheek natuurlijk. En we werken heel veel samen met scholen. Dus het onderwijs wordt er heel erg bij betrokken in de Limes. Maar ook allerlei andere culturele organisaties, zoals muziekverenigingen. Willen ook schutterijen natuurlijk vanuit het museum zijn erbij betrokken. Carnavalsverenigingen. Er zijn zoveel filmhuizen waar we samen ook mee werken. Ja, dus die past er ook bij. Dus we hebben eigenlijk ook welzijnsorganisaties. Doen we ook al dingen mee samen. Dus eigenlijk is het zo van mensen moeten ook niet zien als een grote culturele organisatie. Maar juist als aanjager binnen de gemeenschap om juist heel erg veel samen te werken. Want alleen met samenwerking komen we wat verder. Ja. Dus als een voorbeeld, bijvoorbeeld vanuit de bibliotheek zitten we ook op de scholen, maar vanuit de muzieklessen zitten we ook op alle scholen. Nou, daarin kunnen we al wat samen optrekken. Ja. Ja, ja. Als ik nou aan een fusie denk, en dan denk ik verderop in de hele maatschappij, dan is er ook vaak het geval van samenvoegen, niet alleen figuurlijk, ook letterlijk, maar ook plaatselijk.
of lokaal, hoe moet je het noemen. Gaat dan alles hier in Zevenaar op één locatie zitten? Op nou, den duur? Ja, wat heel belangrijk is, is om te zeggen dat we voor de hele Liemers werken. Dus we hebben verschillende locaties in de Liemers. Mm. Dus in Westervoort zitten we met de bibliotheek in het gemeentehuis straks. En Duiven in de OG-tent, ook met muziekschool en met de bibliotheek. Mm. En hier voor Zevenaar, kijk, het mooiste is inderdaad om samen zoveel mogelijk op één plek te zitten. Want dan krijg je ook dat menselijk contact met elkaar. En dan ook met kantoren en met de marketing, nou alles wat er omheen komt kijken, om zoveel mogelijk bij elkaar te zitten. En er is nu de hal 12. Hal 12, daar komt bijna iedereen, ja, daar komt hij. Ja. Nou, het is eigenlijk de bedoeling dat we met de organisatie daar gaan zitten, behalve het Museater. Want het theater blijft gewoon op deze plek natuurlijk. Want dat ziet allemaal prachtig uit. En het zou zonde zijn om dat, om dat te verhuizen. Ook van geld en energie. Ja. Dus eigenlijk in Zevenaar gaan we op twee locaties zitten. Het Museater en met de bibliotheek, het museum. Maar ook met de Volksuniversiteit. Maar ook het filmhuis zijn we mee bezig. Om dat in die hal. En dan zit je echt mooi bij elkaar. Ja, ja. Dus ook het filmhuis. Ook het filmhuis zijn we in gesprek om daar. Maar niet in de fusie, maar wel een samenwerkingspartner. Ja. Hoe ziet het in de praktijk eruit? En dan heb ik het over, zoals het populair zo mooi heet, Jan Publiek. Wat heeft het publiek met de naam kunstwerk te maken, zo gezegd? Nou, het begint aan de binnenkant, zeg maar, waar we elkaar dus versterken. Dus om een voorbeeld te noemen, vanuit theater zijn we best wel sterk in marketing, in publiciteit. We hebben al een paar leuke dingen gehad dit jaar, waarin dat tot uitdrukking komt. En dat was het project Smikkelen en Smokkelen. Dat was met oud-douaniers die in de bibliotheek een leuke lezing gaven over de fantastische periode die ze hier zaten toen de grens nog dicht zaten. Ja. Vanuit daar zijn ze met een bus waar muziekschoolleerlingen een bandje vormden naar de grens gegaan. Waar we hebben gegeten en een lezing hebben gehad van Herman Pleij. Hmm. En vervolgens zijn ze met die bus weer teruggegaan. Dus er zit muziek in, er zit zo'n cultureel erfgoed in. En er zit bibliotheekwerk in. Nou, dat zijn dingen waar we naar verzinnen in mooie projecten. Waar het publiek ook een mooie middag heeft, een mooie avond. Zou het naar buiten toe handig zijn om de naam kunstwerk aan zich naar het publiek te promoten? Nee, het is ook echt de bedoeling dat het publiek gaat wennen aan de naam kunstwerk. Ja. Daar doen we ook ons best voor. We hebben nu nog in een fase dat we de verschillende logo's nog koppelen aan kunstwerk. Mm-hmm. Nou, ik kan me best voorstellen, over een aantal jaren heb je het over kunstwerk. Nou ja, we hebben nu binnenkort al een krant uit waar weer kunstwerk op staat. Op onze websites en logo's zijn we mee bezig. Dus dat ook het publiek straks gewoon het heeft over kunstwerk en als culturele organisatie. U heeft het over een krantje wat nu uit gaat komen. Ja. Is dat dit krantje? Ja, hij ligt hier. Hij ligt daar. Ik kan hem even laten zien voor de camera. Maar deze komt zo uit en dat is iets waar we dus het publiek ook kennis laten maken met alles, of niet alles, maar een deel van wat we allemaal kunnen. Mm. En op het gebied van museum, vanuit de bibliotheek, vanuit het theater en muziekschool. Ja. Dus hier staat ook een stukje weer theaterprogrammering in, maar ook wat de bibliotheek doet en al die andere onderdelen. Dus deze brengen we 3 keer per jaar uit. Dus dan hebben mensen ook een beetje het idee van, ja, dat is kunstwerk. Dus hier staat hij ook op de cultuurkrant. Ja. Kijk, zit iedereen in de bus. En die komt in de bus in Zevenaar of in de Liemers. Wij hopen eigenlijk wel dat we in 2018 erin kunnen. Oh, nou, dat is aan zich is dat toch wel snel, dat denk is snel. Ik. Dat maar we hopen dat. Zou mooi zijn. Ja. Ja. Tot slot een vraag aan u als directeur van Museater. U bent overigens ook directeur van het kunstwerk, hè? Ja, ja. Dubbel functie. Pet op. U heeft 2 petten, neem ik aan. De verschillende petten. Heel handig. Ja. Een vraag aan u als directeur van het Museater hier in Zevenaar. Kunt u zo een voorstelling noemen in het komende theaterseizoen waarvan u zegt van, kijk, daar moet je komen kijken. Ja, maar u mag maar 1 noemen. Ik mag 1 noemen, wat ik altijd erg leuk vind. En ik denk ook dat heel veel mensen, en zeker ook de kijkers van dit programma, heel erg leuk vinden. Dat die komt eigenlijk bijna jaarlijks terug, is de voorstelling van John van Eert. Die met zijn fantastische kluchten komt. En hij komt dit jaar weer en hij is eigenlijk vaste gast. En ik denk van, nou, als je die wil noemen, dan denk ik van, dan moet je naar John van Eert gaan. John van Eert, dat moet u onthouden. Ja. U wordt bedankt voor het gesprek en we zien elkaar graag nog eens een keer terug. Graag gedaan. Dank u wel. In een gesprek met Annemieke de Vries hebben we het over doppen draaien. Het gaat over het verzamelen van plastic doppen van onder andere melkpakken, limonadeflessen. En dat ten behoeve van haar zoon Sascha, die meervoudig gehandicapt is en een zogenaamde hulphond moet hebben. Hoe het een en ander in zijn werk gaat, hoort u in dit gesprek.
Het interview werd gedaan door Dick Willemsen en het camerawerk door Theo van Ditshuizen. Beste kijker, ik zit hier met een handvol, nou twee handen vol doppen van melkpakken, limonadeflessen, shampoo, flacons enzovoorts enzovoorts. Normaal gesproken laat ik die op de fles zitten of op de flacon. Of ik gooi ze weg, desnoods, hoe dan ook. Maar nou zult u zeggen, waarom zit je hier met die doppen en waarom gooi je ze dan niet weg? En dan hoor ik u denken, waar is dat goed voor? Nou, die vraag die leg ik graag voor aan Annemiek de Vries. Annemiek de Vries die heeft een zoon, Sascha. Die is meervoudig gehandicapt, kunnen we stellen. En ja, de rest van het verhaal zou ik aan jou willen overlaten. Overigens hebben we afgesproken om elkaar te tutoyeren. Vertel. Nou, Sascha is 18 jaar en is al vanaf zijn geboorte gehandicapt. Het wordt steeds lichamelijker wordt het steeds minder. Dus hij zit nu in een elektrische rolstoel. Qua motivatie en wil is het een prima vent. Want hij altijd goede zin, haalt altijd het onderste uit de kan. Wil zelf dingen doen, ondanks dat het heel moeilijk is. En ja, het is gewoon een lekker jong. Ja. Nou, lijkt mij ook wel, ja. Hoor. Dus ja. Nou komen we op het punt. Sascha die wil, als het even kan, op zichzelf wonen. Op zichzelf, tussen aanhalingstekens dan. Is dat mogelijk en in hoeverre is dat mogelijk? Hij kan wel op zichzelf wonen, maar dan met 24 uur zorg. Want hij kan niks zelf. Hij kan zelf niet eten, zorgen dat hij zelf kan eten en drinken. Hij kan zich niet verschonen, hij is niet zindelijk. Omdraaien 's nachts kan hij niet zelf. Dus er zal altijd iemand aan zijn hand lopen om dat soort dingen te regelen. Ja. Dus dat is. Maar er zijn plekken in de buurt waar dat kan. Ja. Dus dat is wel te regelen. En we zijn nog niet heel hard op zoek, maar hij wil zelf wel heel graag. Ja. Want zijn broers gaan al de deur uit. Ja, en hij wil zelf ook. Dat beeld heeft hij ook voor zichzelf. Ja. En dan komen we dus op het punt waar het eigenlijk allemaal om gaat. Zo hij op zichzelf zou kunnen willen wonen, dan heeft hij dus hulp nodig. En behalve dan die 24 uur zorg, zou er een hulphond ingeschakeld moeten worden. Maar dat is niet zo makkelijk, hè? Nee, die heb je niet zo makkelijk, zo'n hulphond. Nee. We hebben hem aangevraagd bij de verzekering. En de verzekering zegt van, ja, je hebt ouders thuis en broers en die zijn jouw hulphond. Hm. En wij denken juist dat een hulphond zijn zelfstandigheid kan vergroten door deuren open te maken, jas uit te trekken, sloffen uitdoen, mee boodschappen doen. Wij denken dat het juist zijn wereld kan vergroten. Mm. En ja, we zijn afgewezen door de mensen. En toen hebben we zelf een actie met doppen opgestart. En die loopt als een tierenlier. Ja. Dan gaan we eens verder op de doppen. Hier liggen ze. Ja. En dit is maar heel weinig van hetgeen er binnenkomt en er al binnen is gekomen. Hoe werkt dat nou eigenlijk? Je verzamelt doppen. Vertel het maar. Nou, wij verzamelen doppen, hard plastic doppen van melkpakken, shampooflessen, tandpasta. En de bedoeling is dat we dat allemaal inzamelen, of dat zijn we nu aan het doen. En dan werkt het net zoals vroeger de oude kranten. Je krijgt er een soort statiegeld voor. We mogen het inleveren bij een bedrijf in Brabant. En per 1000 kilo krijgen we tussen de 150 en 170 euro. En dat geld gaan we dan gebruiken. Dat sparen we op voor de hulphond. Dus het is de bedoeling dat iedereen lege doppen inlevert. Bij de grote Jumbo, de kleine Jumbo of bij ons eventueel voor de deur. Er staan regelmatig zakken en tasjes en dat hangt aan de deuren. En dan brengen wij het naar een container die staat in Didam. En daar sparen we het op. En die container nemen we mee naar dat bedrijf. En dan, dan krijgen we daar geld voor. Hoeveel geld was dat dan per 1000 kilo? Tussen de 150 en 170 euro.
Ja, en dan komt er, heb ik toch wel een hele vervelende vraag eigenlijk. Hoe lang gaat het dan duren dat je zoveel geld bij elkaar hebt voor een hulphond? Nou, als je gaat uitrekenen, 150 tot 170 euro gedeeld door op 20.000, dat is natuurlijk heel veel. Ja. Maar we hebben ook een website en dat heet stichtingdoppie.nl. En daar kunnen mensen eventueel op doneren. En kunnen ze ook in de gaten houden wat wij allemaal doen met die doppen. En wat Sascha doet en hoeveel doppen we hebben. Ja. We hebben verschillende acties ook. Ze hebben nu hier op school hebben een lege flessen actie. Nemen de kinderen allemaal lege flessen mee. De doppen mogen wij automatisch hebben. En wij mogen de helft van het statiegeld mogen wij op de rekening bijschrijven. Ja. Ja, dat soort acties doen we. Kinderen hier op school hebben een sponsorloop gelopen. Daar hebben ze ruim 2.500 euro voor bij elkaar gehaald. Dus we hebben al een aardig bedrag staan op de rekening. Ja. Maar ja, er moet nog meer bij. Ja. En dat proberen we dus met die doppen te realiseren. Ja. Nou heb ik de term doppendraaien al gehoord. Daar hebben we het al over gehad. Wat moet ik me voorstellen met doppendraaien? Nou, wij mogen van de Jumbo aan de Kampsingel, mogen we elke avond de lege flessen die ingeleverd zijn met dop, mogen wij de doppen eraf draaien. En dat doen we met, nou Sascha gaat elke avond mee, want die hou ik met geen 10 paarden tegen. En hebben we een oranje hesje aan, hebben we een doppendraaiershesje, dan wachten we op het muurtje bij de grote Kampsingel, bij de grote Jumbo. En dan verzamelen zich vrijwilligers. En die komen ons helpen dan. En het duurt van 7 tot 7:30, van 7 tot 7:15. En dat kunnen schoolkinderen zijn, dat kunnen buren zijn, dat kunnen... Ja, iedereen die maar eventjes een half uurtje over heeft, die komt ons dan helpen. En die doppen mogen we dan ook weer meenemen. Ja, mag ik eens even naar je duimen kijken en... Hier heb ik een dikke... Ja, ik wou zeggen, het is toch een hels KW, leek mij. Of heb je handschoenen aan of zoiets? Handschoenen, ja. Je hebt ook handschoenen, ja. 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 En het is ook leuk om te doen. Je leert een heleboel nieuwe mensen kennen. Ja. En het is maar half uurtje. Dus dat maakt het dan dat het weinig tijd kost. Dus mensen hebben wel een half uurtje over, zo. Ja. Eventjes. Ja. Met hoeveel mensen ben je dan op zo'n avond? Nou, wij hopen altijd dat we op maandag met een stuk of 6 zijn. Want dan staan de meeste containers, want we draaien tot... Dat is dan zaterdag, zondag en de maandag. Dus dan hebben we er 10 tot 12 soms. En dan hopen we dat er de meeste mensen zijn. Maar gemiddeld zijn we met z'n drieën, met z'n vieren. En dat gaat prima. Dan ben je met een half uurtje ben je klaar. Ja. Dus dat is... en het is ook leuk. Het is ook echt leuk. We lopen door de winkels met die hesjes en mensen kijken om. En die, waarvoor doe je het? Oh, dan spaar ik ook doppen. En zo gaat die olievlek gaat maar door en door. Ja. Ja. Dus het is fantastisch. Hadden we niet verwacht dat het zo zou lopen. Nou zie ik in de Meidoornflat hier in de buurt, of liever gezegd bij de ringbaan in de buurt. Daar staat een vaas op tafel in de hal, ook voor doppen. En dan leggen de mensen wel eens dekseltjes op van margarine en zo. Maar dat is dus niet de bedoeling. Het moeten harde doppen zijn. Ja, die mogen niet. Nee, echt de harde plastic doppen die hier liggen. Ja, ja. Zo die. Ja. En niet van salades en niet van boter. Nee, nee. Nee. En ook geen metalen doppen. Nee, en soms zitten er wijndoppen tussen en bierdoppen. En dus elke zak die we binnenkrijgen moeten we ook nog een keer doorlopen... om te kijken wat ertussen zit en ook om het zo schoon mogelijk in te leveren. Ja, tuurlijk, dus dat is murrie worden. Nee. Maar hoe simpel is het dan? Dan doe je toch geen metalen dop? Nou ja, noem maar op. Ja, ik weet het ook niet hoe dat gaat. Misschien staat er een bakje en dan denk je, oh ja, doppen. En dat het dan zo ingaat, dat kan. Tot slot, Annemiek, even over een hulphond. Is er een e-mailadres of een internetadres waar de mensen iets over een hulphond kunnen zien of te weten komen? Je kan Stichting Hulphond, daar kan je zien wat een hulphond allemaal doet en voor je kan betekenen. En op onze eigen website kan je het verloop zien van wanneer wij een hond gaan aanschaffen en in hoeverre wij zijn en dat soort dingen. Ja. Dus ja, en de KNGF... dat is ook een hulphonden
stichting. Ja, dus dat kan ook eventueel. Met een beetje googelen kom je eruit. Ja, met, ja. Tot slot, je hebt al een www-adres genoemd voor jullie, voor jullie zaak, laten we het zo noemen. Ja. Noem dat nog een keer ook. www.stichtingdoppie.nl. En dan krijg je een website en die is helemaal... daar staat de doppendraaier van de maand staat erop. Er komt op te staan, dat moet nog, hoeveel doppen we gedraaid hebben in die week. Hoeveel doppen we hebben in totaal. Wanneer we de container weg gaan brengen. En leuke verhaaltjes en anekdotes om die doppen en om Sascha heen. Dus dat is, en mensen kunnen doneren. Ja. Dus, als ze zin hebben. Dan moeten ze de zin maar opbrengen, denk ik. Ik wens jullie ontzettend veel succes. Ja, dankjewel. Ik vind het heel leuk dat je mij geïnterviewd hebt. Bedankt voor het gesprek. Veel mensen hebben een hobby. En of dat nu is tuinieren, schilderen, verzamelen van iets, maakt niet uit. Als je maar kunt genieten van hetgeen wat je doet. Wij zijn op bezoek geweest bij Wouter Brouwen, die aan modeltreinbouw doet. Het is niet alleen het treintje of een spoortje laten rijden, maar ook tot in de kleinste details alles zelf namaken. Bernadette Willemsen stelde de vragen en Stef van Duum stond achter de camera. Hartstikke fijn dat wij met van jouw hobby mogen meegenieten. Ja. Je hebt echt niet te veel verteld. En ik zou zeggen, vertel zelf wat je wilt vertellen aan ons. Nou, de hobby is begonnen omdat ik dus een interesse had in treinen. Vroeger ging ik met mijn grootvader, die woonde in Amsterdam, en gingen we naar stations toe en zag ik al die treinen rijden. En toen ik op vakantie naar mijn grootouders ging, ging ik ook met de trein naar Amsterdam. Dat heeft mijn interesse zo beïnvloed dat ik dus eigenlijk begon. Ik zeg, nou, ik wil wel een trein hebben. Het begon toen dat mijn ouders een trein, mijn grootouders zou ik zeggen, een trein gaf. Nou, dit heeft niet lang geleefd, want ik ging kijken hoe dit ding werkte, dus ik sloopte hem. Ja, natuurlijk. Met schroevendraaien ga je dat te lijf. Met alles. Ja. Dus dat was dus heel teleurstellend voor mijn ouders, want die vonden het jammer. Ja. Maar ja, later dan kwam er niks meer van, want dan ga je naar school en dan kwam er bijna wat van. En toen ik dus eenmaal getrouwd was, dan ben ik weer begonnen. En eerst met verzamelen. Nou, dat heeft ruim 40 jaar geduurd voordat ik dus eigenlijk begon met bouwen. Eigenlijk grootgebracht, ook eigenlijk in een militair onderdeel. En dat kun je hier op de baan ook zien, want er is, daar heb ik ook een kazerne gemaakt met de nodige attributen erbij. En het is nog niet helemaal klaar, want ik heb enkel alleen de gebouwen en de wagens en zo, de poppetjes en dergelijke, die komen er later pas op. Mm. Het hekwerk wat er omheen zit, dat is door gaas gemaakt, fijn gaas gekocht en prikkeldraad geknipt. En die botjes die erop staan over de hondenbewaking, die zijn niet te koop, dus alles moet je zelf maken. Je moet wel ontzettend creatief zijn ook. Jawel, maar op een gegeven moment word je dat wel, want je gaat gewoon uitproberen. Ja. En de computer is een handig hulpmiddel. Ja, dat... Het gaat ook wel eens mis, hè, en dan moet je het even laten liggen. En dan ga je een paar dagen later ga je weer beginnen. Nou, op het militaire terrein is het natuurlijk ook zo dat dus, de terreinen afgesloten moeten worden. Dat heb ik nog niet gedaan. Dat moet ik allemaal nog doen. Ik moet een rolhek hier nog maken. En hier moet een rolhek komen. Dan is het volgens de gegevens zoals het in werkelijkheid is. We zijn nu buiten het terrein. De bloedhonden zitten binnen en dan? Ja, nou dan heb ik hier de loklood zoals ze dat noemen. En daar is ook 99% van is klaar. Alleen als je dus ziet bij de kolenwerkplaats, daar liggen geen kolen. Ik heb in de vakantie een grote kool meegenomen. En dan ga ik dus een echte kool en dan ga ik dus fijn maken en dat doe ik erin. Dan krijg je heel mooie, echt, heel natuurlijk. Heel natuurlijk en dan doe ik het met een... Met lijm maak ik dat vast dat het geheel is, dat het echt lijkt. Een losplaats waar dus de goederen worden gebracht. En daar heb ik ook een loodje in gemaakt met de wagens erbij. En dat toch een klein beetje dus kan zien dat het de bedrijvigheid is. Ja. En dan beginnen we dus met het dorp. Ja, het dorp is eigenlijk een stad en een dorp tegelijk. Ik heb dus de achtergrond een beetje met grote gebouwen gedaan, die ik dus in schaal van een groot gebouw opgemeten heb en neergezet. Alleen dus de firma waar ik het van nagemouwd heb, die is het niet. Ik heb er een ander transportbedrijf op gemaakt. Ja, en TNT bestaat ook al niet meer? Nee, precies. Dus, maar ja, ik had dus daar de auto's van. Ja. En ik dacht, nou, dan kan ik er ook mooi een bord van maken.
en dat tegen de gevel aan zetten. Daar zullen ze bij TNT ook heel blij mee zijn. Ja. Zo blijven ze ook genoemd. En inderdaad. Maar ook daar zie je dus dat dus, het niet helemaal klaar is. Want er moet nog een brandkraan komen. Er moeten nog lampen komen. En dat zijn allemaal dingen waar ik nog mijn eigen in tijd kan verdoen. Ja. En je hebt hier ook echt bovenleidingjes, zie ik hier. Ja, de bovenleiding die heb ik dus zelf gemaakt van oude rails. Omdat de dus Nederlandse bovenleiding praktisch niet te koop is. Tegenwoordig zie je dus wel dat er dus bij beurzen dat ze langzamerhand beginnen met Nederlandse bovenleiding. Maar ik vond toch nog, omdat ik dus die ruimte had, om die bovenleiding te maken die ik nodig had. En hier heb je inderdaad een brug over het hele gebeuren. Ja. Die heb je ook zelf gemaakt? Die brug die kan je zo kopen, die heb ik dus niet zelf gemaakt. Dus, het is niet wat je zegt, de brug hier in Westervoort over de IJssel? Nou, die heb ik geprobeerd te maken. Maar dan moet ik een bouwtekening krijgen en die kreeg ik niet. Is dat nou, hebben ze je dat geweigerd? Ja, bouwtekening kreeg ik niet. Dus wat als flauw. Ik een bouwtekening had, dan had ik hem na kunnen maken. Ja. De werkzaamheden van een riool, die was stuk. En dan, die moet ook gerepareerd worden. Dus dan werkzaamheden langs de weg, zoals wij die hier ook kennen, is op de modelbaan ook aanwezig. Die huisjes die daar staan, zijn in wezen dezelfde huisjes die hier staan. Alleen, wat heb ik gedaan? Ik heb ze doormidden gezaagd. En ik heb zodanig geschilderd dat ze een rij vormen. Want anders heb je zo diepte in de baan dat je ruimte tekort komt. En aan de achterkant zie je dan toch niet. Dan kan je veel beter zo die huisjes door midden zagen en alles aan de voorkant doen. Ja, dat heb je heel mooi gemaakt. En verder ben ik dus bezig met een andere gebouwen aan het maken. Om kantoren en winkels. Dus aan de achtergrond dat je dus een beetje het tunnelniveau, wat wij dus in Nederland niet zoveel hebben, en wel gebouwen, dat wij dus eigenlijk onder een gebouw doorrijden naar de andere kant. Want als je in Zaanstad bent, dan rij je dus, hebben ze ook grote kantoren, hebben ze dus over het perron heen gemaakt. Ja, nee, prachtig. En hier gaan we dan aan de andere kant van de muur, slaan wij Duitsland over en ik begrijp dat we hier gelijk in Oostenrijk belanden. Dat klopt, want we gingen altijd in vakantie naar Oostenrijk toe en ik vond het zo'n fascinerend land. En daar heb ik ook de spoorwegen eventjes opgezocht. En ik heb een heel klein beetje heb ik van de na kunnen bouwen. En vooral de achtergronden, die zijn dus hoofdzakelijk Oostenrijks. De rest is verrijtuigen en dergelijke dingen en de dorpjes ook wel. Maar dat moet dus eigenlijk het idee geven dat je in Oostenrijk zit. Ja, nou dat kun je ook wel zien inderdaad. Allemaal het rotsen, de bergen, boven in de bergen, de huisjes, die kun je hier ook allemaal zien. Dat heb je echt prachtig nagemaakt hoor. Ja, en die stenen die erin zitten, dat zijn echte stenen die ik eens uitgenomen heb uit Oostenrijk. Die heb je gewoon zo meegenomen, Wouter? Ja, die heb ik zo meegenomen. En ik heb ze een beetje uitgezocht om te kijken of ze die hierin pasten. En ik heb eerst een paar meegenomen. En toen we nog een keer gingen, zei ik, nou moet ik zo'n soort hebben en zo'n soort. Het is wel heel vervelend dat je 5 jaar op rij naar Oostenrijk op vakantie moet, hè? Ja, zeg dat wel. Maar dat vinden we ook niet zo erg. We vinden het een heel erg mooi land. En je kan veel voorbeelden daaruit halen. Ja. Nou, hier heb ik dan nog een meer gemaakt. Er moet nog een waterachtige substantie in, want hij staat nou nog droog. En met het weer wat we vandaag hebben, dan zou je zeggen, dan zijn alle meren droog. Maar hier moet toch echt nog het water in gemaakt worden. Ja. En ook inderdaad de Oostenrijkse stijl van huizen met het hout eraan, dat heb je hier ook prachtig weergegeven. Ja, ik heb dus daar gekeken en in Oostenrijk ook een aantal huizen gekocht die erop leken. En want het is daar makkelijker te koop als hier. En hier kan je het dus ook wel. Maar dan heb je toch veel van het Duits idee. En Oostenrijk en Duits is een klein beetje verschil. Maar dat scheelt niet veel. Maar toch wil ik dus zoveel mogelijk hebben wat ik daar gezien heb ook hier brengen. Ja, dat kan niet anders zeggen dat je het prachtig hebt gedaan. En hier heb je ook weer spoorbaan met de bovenleidingen. Dit is ook alleen de bovenleiding. Die heb ik dus niet zelf gemaakt. Deze heb ik dus zo gekocht. Die was in de handel verkrijgbaar. En het ging iets makkelijker. Omdat Oostenrijkse masses te maken is natuurlijk wel mogelijk. Maar dit was nog het makkelijkste.
Maar als er eentje kapot is, kan je er makkelijker eentje vervangen. En hier heb je ook zo'n hele ouderwetse locomotief zo te zien, hè? Ja, die zie je daar nog steeds in Oostenrijk. Hier in Nederland ook wel bij de verenigingen. Daar zie je ze ook nog regelmatig hier en daar staan. Ja. Plus die werkwagen hier, die zie je daar regelmatig rijden. Ja. Om de bovenleidingen en dergelijke dus storingen op te heffen. Ja, en daar in Oostenrijk is het ook gewoon, daar rijden de treinen altijd. Ook als de vorst is. Als hier 3 graden vorst is, staat alles stil. Hoe doen ze dat daar in Oostenrijk eigenlijk? Nou, in eerste plaats zijn de trajecten veel langer. En voordat je dus een wissel tegenkomt, dan is de storing dus veel minder. Dus de storingen die ze daar hebben, die hebben wij hier dus ook. Alleen dus daar zijn ze er meer op voorbereid dat ze dus constant met die droge sneeuw, wat wij hier hebben, natte sneeuw, natachtige sneeuw, laten we het zo stellen, omdat de luchtvochtigheid daar droger is, kunnen ze het makkelijker schoonmaken. Dat is het hele verschil, omdat ze dus hier klont het. Dus de sneeuw die gaat als ijs vormen en dan blijven de wissels vastzitten. Hier heb je ook grotere reclameborden als dat je op de Nederlandse afdeling gemaakt had? Ja, in Oostenrijk zie je heel veel grote reclamesborden. Alleen die reclameborden die moet je allemaal zelf maken. En die plaatjes die haal ik uit tijdschriften. Daar heb ik toen heel veel uit tijdschriften gehaald. Die een beetje op schaal is in die tijd. En dan knip je dan uit en dan maak je daar borden van. Want zoals deze. Ik kan hem er even uithalen. Ja, ik kom er liever niet aan. Zie je aan de achterkant zie je ook borden. Dus als ik in de verloop van tijd vervelend vind om die ene kant te zien, dan draai ik hem een keer om de andere kant te zien. En anders als je in een prachtig tijdschrift wat tegenkomt, dan denk je, kom, ga het even vervangen. Ja, dat kan ook. Maar dat doe ik voorlopig nog niet, want ik heb hier werk zat aan. De vrijwilligers van TV Mozaïek hebben met veel plezier dit maandoverzicht voor u gemaakt. Wij hopen dat u ervan genoten heeft. Wanneer u in het Rijnstatenziekenhuis verblijft, dan wensen wij u een spoedig herstel toe. Verblijft u in een van de zorg- of verpleeginstellingen? Of ziet u onze uitzending via het internet? Dan wensen wij u een fijne dag toe en graag tot de volgende keer. Mocht u meer filmpjes willen bekijken, kijk dan op www.radio-mozaïek.nl of op YouTube bij Radio Mozaïek.